Hoi, welkom bij de video over mijn tweede bevalling. Ik ben 3 weken geleden bevallen van ons zoontje Kaya. En bij mijn eerste bevalling heb ik een vlog gemaakt. Dat was het plan bij deze bevalling. Bij het eerste gedeelte lukte dat nog. Bij het tweede gedeelte ging alles zo snel dat ik gewoon de camera niet meer heb aangeraakt. En ik heb wel op beeld de geboorte. Maar het was zo weinig materiaal dat ik er niet echt een goede video van kon knippen. Dus mijn plan was als volgt. Ik ga jullie gewoon het bevalverhaal vertellen. En dan gebruik ik de beelden ter ondersteuning. Dus dan krijgen jullie de beelden te zien. Maar geef ik er wat meer info bij, aangezien ik gewoon bijna niks heb verteld in het tweede gedeelte. Maar goed. De laatste keer dat jullie mij zagen hier op YouTube was ik volgens mij 38 weken zwanger. Ik was er redelijk klaar mee, moet ik zeggen. Ik vond die laatste weken zwangerschap echt heel pittig, met name door de bekkenpijn. Ik sliep gewoon amper. Alles deed pijn. Ik kon 5 minuten lopen en dan moest ik alweer gaan zitten. Ik wilde zoveel doen in het huis, maar na een kastje in- en uitruimen was ik alweer helemaal kapot. Dus zacht uitgedrukt was ik best wel heel erg klaar met zwanger zijn. De ster van de show ligt trouwens hier naast mij te slapen. Ik hoop dat hij blijft slapen gedurende dat ik dit ga vertellen. Anders moeten we hem er even bij halen, maar voor nu ziet hij er heel relaxed uit. Dit was dus mijn tweede zwangerschap. Ik ben in 2021 bevallen van ons eerste zoontje, Zeki. En dat was een hele positieve bevalling. Het duurde van begin tot eind ongeveer, vanaf de eerste weeën duurde het ongeveer 8 uur. Ik ben toen polyklinisch bevallen. Hele mooie ervaring in bad. En mijn plan was nu om thuis te bevallen, weer in bad. En het was 27 februari en ik stond eten te maken. En er was iets waardoor ik naar de woonkamer even liep. En zodra ik de woonkamer binnenliep, voelde ik in mijn broek een plens water. Nog niet zoveel dat het echt zoals zeg maar in de films zo op de grond valt. Maar wel dat ik dacht, oké, ik ga nu naar de wc. Want dit was niet een geval van ik kan mijn plas niet ophouden of zo. Ik denk dat dit mijn vliezen waren, die waren gebroken. En het is zo grappig, want ik heb deze hele zwangerschap lang heb ik een voorgevoel gehad dat het dit keer ging beginnen met gebroken vliezen. Ik was er een beetje zenuwachtig voor. Dat ik elke keer dacht als ik de deur uitging van, oh, straks breken mijn vliezen. Terwijl bij Zeki's zwangerschap zijn de vliezen pas gebroken bij de eerste persweeën. Dus daar heb ik helemaal niet zo'n ervaring gehad van dat opeens zo er water is en dat gevoel en dat je dan moet wachten op de weeën. Dat was toen heel anders. Maar op een of andere manier had ik dat voorgevoel. Blijkbaar klopt het. Want op 27 februari om 6 uur 's avonds braken we vliezen. Ik ging naar de wc, ik denk kraamverband in mijn onderbroek. En ik voelde al meteen van wow, dit is zo'n raar gevoel. Al dat water wat zo uit je loopt. Ik vond het heel bizar en een beetje naar. Het voelde een beetje, als je heel heftig ongesteld bent en je verliest gewoon heel veel bloed. Zo voelt het een beetje, maar dan nog 5 keer zo erg of zo. Want het zijn gewoon echt soort van golfjes water die je verliest. Ik heb wat vruchtwater opgevangen in een bakje. Want ik dacht, ik moet natuurlijk even checken of het helder is. Want het kan zo zijn dat je kindje in het vruchtwater heeft gepoept. En dat kan gevaarlijk zijn. Maar dat was gelukkig niet het geval. Het zag er mooi helder uit. Ik ben er met gegaan en ik heb gezegd, volgens mij zijn mijn vliezen gebroken. En de situatie op dat moment was, Zeki was net een beetje beter. Die had hand-voet-mondziekte. Dat is een kinderziekte waarbij je blaasjes krijgt op je handen, je voeten, in je gezicht en soms ook in je luier. En voorafgaand had hij hoge koorts gehad. Het was echt een beetje grieperig. Het waren 4... vermoeiende dagen geweest, laat ik het zo zeggen. Maar die was aan de beterende hand. Alleen, hij had Mert aangestoken. Dus nu was Mert ziek. En Mert was echt, zeg maar, koortsig. Hoge koorts. Lag de nacht ervoor gewoon nog rillend in zijn bed. Niet gewoon een verkoudheidje, maar echt, echt ziek. Dus ik dacht, shit man. Gaan we de bevalling beginnen? Maar goed, niks aan te doen. Je kan het toch niet tegenhouden. We zijn gaan eten. Toen is Mert aan de slag gegaan met ons logeerbed beneden neerzetten. Want ik wilde graag beneden bevallen. Boven was
een beetje krap qua ruimte met dat bevalbad. Dus het plan was om beneden te bevallen. Maar ik dacht, dan wil ik wel heel graag een bed bij. Want stel dat er iets misgaat. Stel dat ik gehecht moet worden. Stel, whatever. Ik wil gewoon eventjes huid op huid doen na die bevalling. En ik wil niet gelijk de trap op naar boven. Wil ik gewoon een bed hebben. Dus we hebben het logeerbed beneden neergezet. En die is die in elkaar gaan zetten. En op dat moment zat ik nog met Zeki aan tafel en heb ik iets gevlogd. Dag mensen. Het is 7 uur 's avonds op dinsdag 27 februari. Mama? Ja. Ik vind je zo lief. Vind je mij lief? Ja. Ik vind je ook lief. En een uur geleden zijn mijn vliezen gebroken. Oh, leuk dat die vuile Swiffer hier op de achtergrond ligt. Top. Mama is aan het vertellen dat dit de bevallingsvlog is. Oh, wil je die verzetten? Wat? Uitzetten. Uitzetten, ik ben nog niet klaar. Dus ja, er is verder nog niet zo heel veel aan de hand. Dat breken van de vliezen is echt een bizar gevoel. Ik wist het meteen, ik dacht oké, dit is het. Het is qua timing niet top, moet ik zeggen. Weet je, het loopt zoals het loopt. Maar onze Zeki is net 4 dagen ziek geweest. Hij is gelukkig weer beter, alleen hij heeft wel Mert en mij een beetje aangestoken. Dus ik voel me best oké, los van wat keelpijn. Mert had vandaag nog koorts. Die is nog steeds niet op en top, dus... Mama, wil je naar voren schuiven? Ik ga je naar voren schuiven. Dus die is eigenlijk gewoon ziek. Het is hand, voet, mond. Echt? Ja, echt zo'n kinderziekte die jij had. En ik heb ook een beetje blaasjes. Het is gelukkig niet gevaarlijk voor een pasgeboren baby. Maar dat is dus niet zo ideaal. Maar we gaan er een... Ja. We kunnen niet anders, we gaan er het beste van maken. En ik ben zo nieuwsgierig. Dit is heel anders dan de vorige keer. De vorige keer begon met weeën. En toen braken mijn vliezen pas bij de eerste perswee. Dus een half uur voordat Zeki er was. Ja, het is nu gewoon afwachten wanneer de weeën beginnen. Een beetje een zwaar menstruatieachtig gevoel zo in mijn buik. Maar nog niks wat echt op een wee lijkt. Het kan zo... Het kan zo nog een tijdje duren. Dus, nou... Ik hou jullie op de hoogte. Bizar. Dan wordt het dus gewoon nog een februari kindje. Want het is nu de 27e. En ja, we hebben een schrikkeljaar. Op. Ja, lekker. En we hebben een schrikkeljaar. Dus er is zelfs nog een 29 februari. De baby komt eraan, jongens. Je broertje komt eraan, Zeki. Na het eten en toen het logeerbed in elkaar was gezet, heb ik tegen Mert gezegd, ga naar bed. Want als het vannacht gaat gebeuren, dan moet je nog wat uren slaap pakken. Ik heb nu toch nog geen weeën. Je kan niks doen. Hij zei nog, moet ik dat bevalbad alvast opzetten? Zei ik, nee joh. Je kan dat gewoon doen als de weeën beginnen. Daar is nog genoeg tijd voor. Onthoud dat even. Dus die is naar bed gegaan in de hoop dat hij nog even wat uurtjes slaap kon pakken. Ja, omdat hij dus ziek was. Ik heb de verloskundige gebeld en die is 's avonds eventjes langsgekomen. En toen zij weg was, heb ik weer een klein stukje gefilmd. Hoe laat is het? 10:30. Ik ga naar bed. Er is nog niks gaande qua weeën. Ik heb af en toe een beetje zo'n menstruatieachtig krampje. Maar niks wat echt al lijkt op een wee. Verloskundige is eventjes langs geweest. Heeft even gecheckt hoe het is met de baby. Dat ging allemaal goed. En even doorgenomen wat nu de volgende stappen zijn. Want vliezen zijn gebroken. Dan is natuurlijk wel de bedoeling dat die bevalling op gang gaat komen. Ik hoop heel erg dat het in de komende uren gaat gebeuren. Ik hoop dat ik nog heel eventjes kan slapen. En dat het dan, nou ja, misschien vroeg in de ochtend of zo een beetje op gang komt. Want als het dus niet vanzelf op gang komt, na 24 uur, dan is wel het advies dat je wordt overgedragen aan het ziekenhuis. Nou, zover zijn we nog niet, want dat is dus pas morgen om 6 uur. Maar dat is vanwege infectiegevaar. Omdat nu natuurlijk, doordat die vliezen zijn gebroken, er een soort van een open doorgang is tussen het kindje en de buitenwereld. En om die reden moet ik dus ook wel, als er morgenochtend nog niks gaande is, eventjes naar het ziekenhuis om een kweek te laten nemen. Om te kijken of er een bepaalde bacterie aanwezig is. Want als dan die 24 uur voorbij is, dan hebben ze die kweek al klaar. Dus mijn hoop... Dat dat niet nodig is, dat ik gewoon morgenochtend weeën heb of dat hij er is, I don't know. Ik heb nog even wat gegeten. Rond etenstijd was het net gebeurd, die vliezen gebroken, dus kon ik echt niet eten. Dus ik heb net even nog wat crackers naar binnen gewerkt en ik ga maar gewoon proberen te slapen. Ik voel me best heel kalm. Ik vind het wel rot
dat Mert ziek is. Ook voor hem. Het is ook een belangrijk moment voor hem. En dan wil je gewoon fit zijn. Maar goed, het komt allemaal goed. Ik spreek jullie weer, denk ik, zodra er iets gaande is. Ik ben nu nog heel relaxed. Dus hopelijk kan ik dat vasthouden. Let's go. Oh my god, baby nummer 2. Gek joh. En dit is het punt waarna ik niet meer heb gevlogd. Ik ben namelijk naar bed gegaan. En toen ik naar bed ging, heb opgeschreven menstruatieachtige krampen. En nu ik dit achteraf zo terughaal in mijn herinnering, denk ik dat ik dat een beetje onderschat heb, die menstruatieachtige krampen. Dat ik dacht van, ach, het valt nog wel mee, maar ik denk dat dat eigenlijk gewoon een beetje zo die eerste weeën waren. Oh, en ik heb ook nog zelf Zeki naar bed gebracht trouwens. Wat ik echt heel emotioneel vond, want ik wist gewoon dat er een grote kans zou zijn dat dit de laatste keer was dat ik hem naar bed zou brengen. Voordat hij van de kleinste opeens de grootste zou worden hier in huis. Dus die heb ik met mijn dikke buik nog naar bed gebracht. We hebben Bobby krijgt een broertje. En Bobby en de baby gelezen. En ja, dat was heel emotioneel, maar ook een beetje magisch. Dat ik hem nog naar bed kon brengen. En om 11 uur 's avonds ben ik dus gaan slapen. Ik heb opgeschreven. Ik ga slapen. Ik heb af en toe een lichte kramp. Veel druk op mijn onderkant, dus veel druk beneden. En ik dacht zelf, nou, ik kan vast nog wat uurtjes slaap pakken. Dit komt wel goed. Ik pak nog wat uurtjes slaap. Ergens vroeg in de ochtend beginnen die weeën echt. En dan gaan we gewoon van start. Maar tussen 11 en 1 uur 's nachts heb ik licht geslapen, maar werd ik wel de hele tijd tussendoor wakker van krampen. En om 12:15 was het moment dat ik dacht van, oké, hier kan ik echt niet meer doorheen slapen. En toen ben ik ze gaan timen. En ik vond die weeën al best pijnlijk. Maar ik herinner me dat ik dacht van, nou, misschien ben ik een beetje vergeten hoe het voelt. Misschien voelde dit ook wel zo in het begin bij Zeki. Bij Zeki's bevalling. Maar ben ik het gewoon vergeten dat het zo pijnlijk was. Dus vanaf 12:15 was ik wakker. Ik ben de weeën gaan timen. Dat heb ik ongeveer een uur gedaan. En toen waren ze echt al wel regelmatig met 5 minuten ertussen ongeveer. Maar iets in mij had gewoon, ik was gewoon een beetje eigenwijs. Dat ik dacht van, nou, ik ga Mert nog niet wakker maken. Die is ziek. Ik laat hem zo lang mogelijk slapen. Ik ga de verloskundige nog niet bellen. Het is midden in de nacht. Het is nog het begin, weet je. Ik kan dat nog even uitstellen. Ik ga gewoon lekker in mijn eigen zone. Ga ik die weeën opvangen. En dat komt wel goed. Het begon me toch wel af en toe, begon me een beetje het gevoel te bekruipen van, oh, dit is best pijnlijk al. Als dit nog maar het begin is, dan wordt dit een pijnlijkere bevalling dan bij Zeki. En ik heb dat dus 1 uur en 3 kwartier zo in mijn eentje volgehouden in bed. Ik dacht, ik ga zo lang mogelijk blijven liggen. Ik moet alle rust pakken die ik kan pakken. Maar ik kon echt niet meer slapen door die krampen heen. En 3 uur maakte ik Mert wakker. En eigenlijk vanaf het moment dat ik Mert wakker maakte, kwam ik in een soort van weeënstorm terecht. Het ging opeens zo hard. En ik zat steeds minder tijd zat er tussen die weeën. Ze werden ook echt heel pijnlijk. Dat ik echt veel geluid aan het maken was tussendoor. En Mert had volgens mij ook echt zoiets zo van, wow, wacht even. Jij maakt mij nu wakker. Zo van, het gaat beginnen. Maar dit lijkt al op een beetje het einde bij Zeki. Dus hij zei tegen mij, bel de verloskundige. Ik ga de bevalbad opzetten. Ik zei, nee, wacht even. Wacht, je moet even wachten op mij voordat je naar beneden gaat. Dat ik niet alleen die trap af hoef. Ik moet nog naar de wc. Dus ik naar de wc, nog rustig. En Mert nog een keer, Tess, ik ga alvast naar beneden. Het bevalbad moet nog opgezet worden. Dat duurt nog 1 uur of zo. En ga de verloskundige bellen, want dit is gewoon echt al aan de hand. Dus 3:30 s'nachts, 3:00 maakte ik Mert wakker. 3:30 heb ik de verloskundige gebeld. Of 3:20 of zo. Zij was er in ieder geval om, volgens mij, 3:40. Maar het is als een speer dat bevalbad gaan opzetten. Want dat is dus zo'n opblaasbaar bad. Dat moet nog helemaal zo klaargezet worden. Zo'n matje eronder, beschermhoes erin. En dan moet je zo kraan, koppelstukje, moet je zo'n slang aan bevestigen. Moet je dat bad gaan vullen. Nou, dat gaat helemaal niet snel. Dus hij is daarmee aan de slag gegaan. Hij heeft stiekem nog ergens de camera aangezet terwijl ik weeën aan het opvangen was. En ik zie ook gewoon, als ik dat nu terugkijk, zie ik aan mezelf van, oké, dit was gewoon al de eindfase. Ik kon er gewoon niet meer doorheen praten. Ik moest echt geluid maken. Ik moest veel bewegen. Ik wist niet meer, nou, het was gewoon niet meer relaxed. Oh,
Maar op een of andere manier zat ik nog een soort van ontkenningsfase. Ik dacht van, het kan niet zo snel gaan. Om 3:40 was dus de verloskundige. Die had ook al vrij snel door van, oké, dit is misschien iets sneller aan het gaan dan wat we allemaal verwachten. Die is al haar spulletjes gaan klaarleggen, Mert gaan helpen, ik de weeën opvangen. En op een gegeven moment zei ik tegen haar, wil je even voelen wat de status is? Want ik weet het niet meer. Ik heb het gevoel dat ik in de beginfase zit. Maar als ik kijk naar de pijn en hoe heftig deze weeën nu al zijn, en ik begin ook al gewoon druk te voelen, dan lijkt het alsof ik al in de eindfase zit. Toen heeft ze gevoeld hoeveel ontsluiting ik had. Ze kon het niet helemaal voelen, want er zat waarschijnlijk nog een stukje van de vliezen zat ertussen. Maar zij zei, ik denk dat je 10 centimeter ontsluiting hebt. En dat was binnen een kwartier nadat ze er was of zo. Dus het ging zo snel opeens allemaal. Ik had toch gewoon 10 centimeter ontsluiting met persdrang. En het bevalbad was nog niet vol. Er zat nog maar zo'n laagje water in. Dus ik heb nog heel eventjes op dat bed gelegen. En toen zei ze tegen me van, ga maar gewoon alvast dat bad in. Het is nog niet helemaal vol, maar dan zit je in ieder geval in bad. En ik ben zo blij dat ze dat tegen me zei en dat ik dat ook heb gedaan. Want zodra ik in dat water ging, ook al was het dus nog niet helemaal vol, had ik gelijk weer een soort van rust over me. Wat ik de vorige keer ook had bij mijn eerste bevalling. Dat bad, die warmte, dat helpt zoveel bij de pijn. En de weeën komen ook bij mij, kwamen ze beide keren wat minder snel achter elkaar. Waardoor ik gewoon iets meer ademruimte tussendoor had. Dus als mijn herinnering klopt, ben ik ergens rond 3:55 ben ik in het bad gaan zitten. Dat liep heel langzaam vol. Ik zat wel gewoon echt met mijn billen onder water. Dus ik kon wel onder water gaan baren, als het ware. Het zei de verloskundige op een gegeven moment tegen me van, als je persdrang hebt, ga maar gewoon een beetje mee persen. Kijk maar gewoon wat je lichaam doet. Het was echt een bijna volledige hands-off bevalling. Zij heeft me begeleid, super fijn, maar helemaal zonder coaching. Ik heb echt het gevoel dat ik bijna alles zelf heb gedaan. En dat was zo mooi en zo krachtig. En ik voelde me zo zelfverzekerd. En dat persen, ik vind dat een heel naar gevoel. Ook de druk vooral op mijn stuitje vond ik heel naar. Ik had ook na de bevalling best wel last van mijn stuitje. Maar ik voelde me dit keer wel veel zelfverzekerder in die persweeën. Waar ik de eerste keer bij zeker een beetje bang was ervan. Omdat het gewoon heel, heel gek en naar voelde. En nu dacht ik van, oké, ik ga gelijk voelen of ik zijn hoofdje al voel. En eigenlijk bij de eerste of tweede perswee dacht ik van, oké, ik voel al gewoon een hoofdje. Dus ik heb heel rustig geperst. En Mert was nog kruiken aan het vullen in de keuken. Dus op een gegeven moment riep ik ook van, Mert, je moet wel komen. Want je kind, dit kind is er gewoon al bijna. Mert, ja. Je moet wel komen hoor. Hij is er gewoon al bijna hoor. Mert kwam erbij zitten. En toen was het echt nog maar een kwestie van iets van 10 minuten. Het was zo rustig, zo mooi. En ondanks zeg maar dat alles heel snel is gegaan, was die laatste fase van het persen was gewoon, het was gewoon heel sereen, heel kalm. Het hoofdje werd geboren onder water. En toen moest ik nog even wachten op de laatste perswee dat ook die schouders en zo en het hele lichaampje eruit kon. Vlak voor die laatste persweek kwam de kraamzorg. Ze kwam binnen. In ieder geval alvast een hoofdje. Hey. Hallo. Want die kwam om te begeleiden bij de bevalling. Nou, die kwam binnen en 10 seconden later werd Kaya geboren. Ik heb hem zelf gepakt. Het was echt magisch. En begrijp me niet verkeerd, het was ook heftig. Want, nou ja, tussen dat ik Mert wakker maakte en dat Kaya is geboren, zat dus minder dan 1,5 uur. En in die 1,5 uur heb ik echt veel pijn gehad. En had ik dus echt een soort van weeënstorm. Want het ging opeens zo hard. Maar het was zo mooi. En ik had het gewoon niet anders willen hebben. Het was 28 februari, 4:26. Toen was Kaya geboren. Kaya John Wurdiken. Zo snel. Ja.
bijna niks aan het slaan, zo snel ging het. Bijna niks, dat is niet waar. Nee, maar ik bedoel meer van, het was zo snel weer voorbij. En ik heb toen heerlijk met hem in het bad gezeten. We hebben ook de placenta geboren laten worden in het bad. Dat ging eigenlijk heel soepel. Ik heb gewoon een beetje geperst. Toen kwam die eruit. En die hebben we er ook best een hele tijd aan laten zitten. Was helemaal niet een specifieke wens van mij van tevoren. Maar het is uiteindelijk een halve lotusgeboorte geworden. En toen hebben we best een hele lange tijd huid op huid gedaan. Ondertussen even gecheckt of ik gehecht moest worden. Ik had 1 hechting nodig. Dus het was gewoon een eerste graad. Noemen ze dat ook al een ruptuur? Een eerste graads scheurtje. Dus dat viel gelukkig heel erg mee. Het was wel heel gemeen, want dan doen ze zo'n vertovingsspray en dan moeten ze gaan hechten. En heb je net die hele bevalling gehad, moet je dat nog gaan doorstaan? Maar nou ja, het was heel gemeen, maar achteraf viel het me ook wel weer mee. Deze man is nu een beetje onrustig. En we hebben echt nog een paar uur heel lekker zo samen op dat bed gelegen. Mert erbij, nagepraat. Oké, het is iets later. Kaya had eventjes een voeding nodig. Die kreeg ik niet meer rustig. Maar waar was ik? Om 1:00 of 8:00 kwam Zeki dus naar beneden. Mert had hem uit bed gehaald. En die vond het best wel heel spannend. Hij was ook wel heel lief. Maar die eerste dag was voor hem gewoon een beetje gek. Ik lag zo beneden in een bed. En er was opeens iemand die hij niet kende. Van de kraamzorg was erbij. Dus zo die eerste momenten waren wel heel schattig en heel lief. Maar ik merkte wel dat hij een beetje onder de indruk was ervan. Maar inmiddels, hij doet het zo super goed. Hij is zo lief voor Kaya. En zo gek op hem. En dat is echt super magisch om te zien. Ik heb een hele fijne kraamweek gehad. We hadden dezelfde kraamzorg als vorige keer bij Zeki. Daar hadden we om gevraagd. Maar goed, dan moet je nog wel maar zien dat iemand beschikbaar is. Maar dat was ze gelukkig en dat was zo fijn. Tot nu toe is Kaya een zeer tevreden mannetje. Hij heeft wel last van reflux, wat Zeki ook had. Zeki had het nog wel wat erger. Maar Kaya heeft ook wel gewoon na elke voeding dat er melk terugkomt. En daar heeft hij wel. Ik merk dat hij er last van heeft. Dat hij veel aan het kreunen is. Dat ik hem niet kan hem niet gelijk neerleggen. En wordt er soms ook wel wakker van. Maar het is niks wat we met Zeki niet hebben meegemaakt. En het lijkt ook wel iets minder erg te zijn nu bij hem als wat het bij Zeki was. Dus daar komen we wel doorheen. Voor de rest is het een heel lief, tevreden mannetje. Die al met 2 weken begon te lachen. Echt ongelooflijk. Maar hij is gewoon echt al bewuste lachjes aan het doen. Wat zo leuk is. Het is best een beetje wennen, 2 kinderen. Vooral je aandacht verdelen. En het gaat goed. Ik ben ook best moe. Maar het gaat goed. En mijn herstel gaat goed. Bekkenpijn is veel minder. Mijn lichaam is gewoon goed en rustig aan het herstellen. Dus ik ga jullie vast nog meer vertellen over de periode daarna. Ik heb wel heel weinig gefilmd. Eigenlijk vrijwel niks. Maar misschien doe ik nog wel een Q&A. Maar voor nu was dit mijn bevallingsverhaal. Van de enorm snelle, maar positieve bevalling. Van ons 2e zoontje, Kaya. Waar ik zo verliefd op ben. Ik dacht, hoe kan ik nou zo verliefd zijn op een kind? Als ik al zo verliefd ben op Zeki. Maar voor een 2e kindje gaat je hart gewoon nog meer open. Het is echt magisch. Thanks voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende. Ik weet niet wanneer, want ik ben gewoon nog met verlof. Maar wie weet tot snel.